YouTube, ik ben Tobias. En ik ben Pam. En een hele goede morgen, want wij zijn weer verder in de survival series. Het is middag voor jullie als deze video online komt, maar het is ochtend voor ons. Want wij hebben weer vakantie, dus wij gaan weer lekker Minecraft spelen. Dus, Bram, wat ben jij? Of, wat ben jij? Jij bent Bram. Dat is een stomme vraag. Waar ben jij? Dat was ik ben bij het dingenbord. Je moet even torches pakken, want je moet die lampen aanzetten. Zullen we anders gewoon een bucketkist doen of zo? Ik weet niet, je moet eerst deze lampen aanzetten op het scorebord ding van ons. Oké, ik heb levers in jouw kist gedaan, dacht ik. Ja, ik heb geen kist meer. Moet je die toch even pakken? Anders maak je ze even. Hé, maar zullen we een bucketkist maken? Dat lijkt me wel een goede investering. Ik zou het bucket gewoon bij het iron doen. Ik zie sneeuwballen. Ja, maar... Nee, dat gaat niet passen. We hebben zoveel buckets met water. We hebben er echt veel, hè? Oh, pleur ze gewoon in het huiskist ergens. Die nee, ik doe ze gewoon in een kist ding. Dan weten we ze ook waar we ze kunnen vinden. Dat is ook wel handig. Glas, waar hoort glas? Hebben we een glaskist? Nee. Eigenlijk hebben we helemaal niet zo heel veel kisten. Dat valt wel mee. We hebben best wel keuze hoor. Ik bedoel... Het is gewoon onzichtbaar. Normaal heb ik helemaal niks. Ik meen survival op meestal niet in de kistenkamer. Dat duurt veel te lang bij mij altijd. Dan ga je al dood. Ja, ja. Raak je gefrustreerd en dan gefrustreerd. En dan ga je maar weg. Of is dat niet zo? Ja, zoek je anders weer. Ja, makkelijk. Wel maar. Altijd voor de simpele oplossing gaan. Wat? Altijd voor de simpele oplossing gaan. Precies. Precies. Waar kom je? Water, 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 water. Waarheen? Naar het scorebord. Ik kom er zo aan. Heb je al een lever? Nee. Die neem jij mee, toch? Die ging maken. Gewoon één blokje cobblestone en één... Oh, ik heb hier een lever zitten. Oké, ik heb een lever. Je hebt er meer dan één nodig. Hoeveel hebben we er nodig? Stuk of drie. Hebben we zoveel challenges? Ja. Je klinkt ineens heel anders, Bram. Oké. Maar we hebben zoveel challenges. Oké, dan neem ik er meer mee. Flint en steel ook goed? Nee, die heb ik al. Kijk even waar we nog levers hebben, anders maak ik er even een paar. Ik heb geen cobblestone, dat is het probleem. Nou, dan moeten we aangezien ik op ons huis loop. Ja, dan moeten we daar een kist maken met levers. Redstone torch is ook goed. Ik heb levers gemaakt. Als jij een kist maakt voor de levers. Want ik heb een stack gemaakt. Nou. We hebben maar 1, 2, 3, 4, 5, 6 challenges. Ja, nou, en ik heb een stack. Dus mocht het nog nodig zijn, dan heb ik ze. We kunnen ook gewoon die levers er alvast inzetten. Dan hoef je alleen nog maar over te halen daar. Hier groeien de wortelen blijkbaar niet zo goed. Hier. Ah, je moet wel zien waar het licht is, dan heb je echt zo'n hoekje staan. Daar is licht, en daar is licht, en daar is licht. Ja, Bram, we hebben problemen met het licht. Ach, als de helft gegroeid is, is er genoeg gegroeid voor ons. In de uithoek groeien echt sommige planten niet, maar ook gewoon helemaal niet. En hier groeit helemaal niks, omdat het te ver weg is, groeit het niet. Ja, klopt. Misschien als ik hier gewoon zo, 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 zo... Hopsakee. Ja, ik heb even wat toortjes neergezet. En dan, als het goed is, gaat het daar groeien. Ik ben benieuwd. Hey, kom kijken. Ik weet hoe het eruit ziet. Ja, het ziet er niet mooi uit hoor. Ik heb gewoon hier en daar wat toortjes neergezet. Ah, goeie. Er groeit toch redelijk veel genoeg? Ja, er groeit wel redelijk veel. Meer dan wij kunnen eten. Daarom. Maar ik wil dat het allemaal groeit. Ja, weet niet. We moeten een uitschuifbaar dak maken, weet je wel. Dan zet het zonlicht erop. Met pistons en zo. Ja, doe even dan. Ga jij minen? Jij bent de redstone man, toch? Oké, ik heb hier maak een wortel en wheat farm automatisch. Die kan. Maak een piramide.
Die hebben we gecombineerd. Maak een raket, een nieuw challenge board, twee tactische katten, een mob farm, sneeuwpop, een manege, die hebben we ook af. Hebben we nog meer af? Vind een mushroom biome, beacon, cookie stempel. Nee, dit was het. Nope. Dat is best wel veel eigenlijk al. Ja, op zich. Maar nu komen de vervelende. Ik ga even de laatste keer rennen. En dan, dan kunnen we hem officieel openen. Moeten we dan nog een fles tegenaan gooien of zo? Hé, hey, joh, je bent iets vergeten. Wat? Oh nee, laat maar, dat is een lama, laat maar. Ben ik vergeten dan? Niks. Ik dacht dat de challenge andersom stond. Dat je verkeerde lamp had aangedaan. Oh, nee, nee, nee. Maar, moeten we er nog een fles tegenaan gooien om hem officieel te openen? Ik gooi er wel sneeuwballen tegenaan. Ja, dat vind ik goed genoeg. Dan maken we een hele officiële opening, oké? Oké. Wacht, bij officiële openingen zijn altijd vuur, hè? Nee, 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 niet vuur, niet vuur. Nee, dat is bij de Olympische Spelen. Niet bij de officiële opening van de piramide. Bij onze ook. Dit wordt ons grote vuur. Oké, met deur erop. Wacht. Zo. Hou jij ook gewoon je rechtermuisknop ingedrukt en loop je? Spammuis. Oh, genoeg, genoeg. Het moet een blok worden, geen... Ik weet niet wat jij ervan hebt gemaakt, maar dit is geen figuur meer, denk ik. Moderne kunst. Weet je wat me ook leuk lijkt? Zo'n enorme jungleboom gewoon een keer helemaal in de fik steken. Steek maar aan, dit ding. En verklaren we hierbij... de piramide... voor geopend. Had je nog een bucket willen maken? Heb je jezelf in de fik? Nee. Wauw. Oh, je hebt jezelf in de fik gestoken. Ach, we moeten nog sneeuwballen. Dit nou, maakt het hierbij af. Is de piramide. Auw. Lul. Je maakt mijn armor stuk. Echt, laat hij daar kapot van. Ja. Dat doe ik niet, dat doe ik niet. Lijkt maar zo. Ja, maar ik ging niet het vuur in lopen. Yo, jij sloeg mij er weer in van de berg. Ja, maar ik liep niet het vuur in. Jij sloeg mij in het vuur. Nee. Had je maar veiliger moeten staan. Maar al het hout is opgebrand, dan is de piramide nu officieel een wheat / manege farm. Manege farm. Yay, hippoy. Eigenlijk hadden we vuurwerk moeten hebben. Zullen we nou een jungleboom in de fik steken? Nee, er blijft altijd heel veel van over, dat is nooit mooi. Doe het ver weg. Heb je er heel veel... Nee, kom, we gaan gewoon verder. Ik moet eigenlijk die dingen maken. Hebben we leer? We hebben echt veel te veel zadels. Hey, ik ben wat kwijtgeraakt trouwens. Wat dan? Mijn zadels. Hm. Die dingen zijn best zeldzaam. Ja, daar hadden we er al een stuk of 20 van. Oké. Dus zo erg is het niet. Ik ga een glaskist maken. Voor glaf. Doe dat. En we hebben helemaal niet heel veel glas eigenlijk. Eigenlijk hebben we niet zo. Genoeg voor een kist, vind ik. Ja. En ik ga een... van die borden maken. Weet jij hoe je die moet maken? Borden? Nee, die weet ik nooit. Kun je dat eens opzoeken? Item frames, hoe je die moet maken. Je hebt string nodig en wol en wood of stick, zoiets. De rest zoek ik nog wel op. Ja, zoek maar op. Dan pak ik die vast. Light gray. Oh, dit was 10 keer beter geweest. Dit konden we er ook tegenaan gooien. Kijk. Kijk, Tobias. Kan er zo. Ja, dat was ook mijn eerste plan, maar jij kwam wel met alles aanzetten. Dus ik dacht, oké, doen we dat. Nu hebben we regeneration. Dat was onze nether potion, als we de nether ingingen. We hebben er nog één. Geen probleem. Oké, anders maak ik wel een nieuwe. Jij wist hoe dat moest, hè?
Google. Ik ken namelijk niet. Google gebruik je daarvoor. Dan weet jij het ook. Goed genoeg. Wat hebben we hier al? Niks en niks. Ik heb 4 item frames nodig. Kun jij eens even maken? Ik zoek het op. Nee, maken. Nee, ik zoek het op. Nee, gewoon meteen maken. Mm-hmm. Anders maak ik ook wel een zadelkist of zo. Nee. Heb je ladder? Volgens mij hebben we geen ladder. Oh. We hebben een koeienfarm. Hey, we moeten ladder met alleen maar stikstof mee. Oké, 4 ladder dus. We mogen volgen dat altijd heel anders vroeger. Dan moeten we eigenlijk ook de koeienfarm even uitbreiden. Ja. Yeah. 2 hey. Ladder. Achievement. 2 ladder. 4 ladder. Nice. Ja, die koeien kunnen echt beslist vollen, net als de schapen. Hoe is het eigenlijk met de schapenfarm? Gaat zijn gangetje. Als ze er nog staan. Ja, er is gewoon echt helemaal niks gebeurd. We staan er nog allemaal heel vrolijk te springen en te hoppen. Hier hebben we de wolkisten. Ja, netjes. We kunnen gewoon, als we iets van wol willen maken, kunnen we dat gewoon doen. Nou, nee, niet alle kleuren zijn er veel. Nee, maar die kun je wel maken. Ik bedoel, we hebben alle kleuren schapen. We hebben alle kleuren wol oneindig in principe. En Jeb? Jeb geeft geen naam als ik er naar één wijs. Huh? Kijk, je schrijft Jeb, dan moet toch Jeb boven zijn hoofd hangen? Daar zit glas voor. Oh. Oké. Okay. Dat is de reden. Dan ga ik weer terug het huis in. Oké, hier is echt niks gebeurd. Dice. Nee. Hebben we een verfkist? Nee, dice zijn overal nergens. Oké, dan laat ik die. Ik ga even alle kisten netjes maken, voor zover dat kan. Ik zit te kijken of het... Nee, het groeit niet onder het gras, mooi zo. Een beetje ordenen ga ik het. Ik ga kijken of er ook een keer een creeper staat in onze ding. Nope. In onze wat? Onze schaapfarm zou creepers aan staan, zou niet zo mooi zijn om het zo mee te zeggen. Nee, maar dan is er genoeg verlichting. Ja, ik weet niet. We hadden daar begin nog wel wat kuren mee, om het zo maar te zeggen. Ja, hij is best wel vaak opgeblazen. Eigenlijk Benjanen, maakt het niet meer uit. Ja, het maakt er wel nog steeds uit. Het is minder. Ja, het blijft vervelend. Het blijft vervelend, ja, maar ja. Het wordt dagelijks. Wat doe je er tegen? Het wordt gewoon het toortjes plaatsen. Ja, dat doe je er tegen. Gelukkig kan je wel tegen. Toortjes plaatsen. Toortjes is een echt goddelijke uitvinding in dit spel, net als glowstone. Nee, ik vind toortjes fijn. Toortjes kun je super makkelijk maken en je krijgt er ook echt veel. Ja, klopt. Item frame. Als je nou gewoon van 4 toortjes een glowstone kon maken. Ja, maar ik heb liever 4 toortjes dan een glowstone, denk ik. Alhoewel, soms heb je... Ik heb liever een stack glowstone dan 4 stacks toortjes. Ja, oké. Toortjes zijn wel super goedkoop om te maken. Kijk, rechts is onder. Dus dan moet daar een bucket naar water. Dus die boven komt daar een glas. Zo, is die ook weer af. Zullen we TNT afsteken? We hebben best veel. Dan hebben we hier weer een kist waar we dingen kunnen doen. Hey, hoeveel gunpowder zit erin? Tekkie of zo. Maar ik kan wel even kijken. Ik wil even kijken hoe alles eruit ziet en hoeveel we hebben. Ik loop nu deurtje in. Ik kom eraan. Ik ben me. Nog makkelijker. Ja, die is helemaal door de war. Die is helemaal door de war. Ook gunpowder meenemen. Nee, je moet altijd de gunpowder laten zitten, Bram. Wat heb je gedaan? We gingen toch de hele farm gesloopt. Wat? Nee, wat de truc is, je moet wat gunpowder laten zitten. Oh, je moet zo. Je moet zorgen dat er eentje blijft zitten op elke plek. Ja, anders gaat alle hele farm door de war, zeg maar. Dus, zo. Zo. Ja, ik heb er 24, hoeveel heb jij er? Anderhalf stack. Geef maar, ik maak wel. Ik heb er binnen nog 7. Hier is 24 TNT gunpowder. Nee, dat is geen TNT.
Hier kunnen we 10 TNT of zo van maken, als jullie weer zien of zo. Maar er zit ook nog 7 gunpowder in de kist. Ah oh, nee, ik heb net van alle cent volgens mij sandstone gecraft. Maar ik weet niet zeker. Dat heb je dan heel onhandig gedaan. Dan moeten we weer nieuw hakken. Dus ik hoop eigenlijk van niet. Misschien hebben we nog ergens cent. Dat zou wel zo voordelig voor ons zijn. Kunnen we 2 cent niet inwisselen? 2 dirt voor 1 cent of zo? Of een dirt en een kobbel? We hebben 4 cent. Yes, oh, hier is 16 gunpowder nog. Kom eens. Hier, 16 gunpowder. Heb je nog 4 cent? In de kist. Oké, dan ga ik naar onze opslagkamer. Laatste hoop. Maar voor vandaag zit onze tijd er weer op. Dus ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer.